Nikki, terug naar jou, want ook Nederlanders vluchten weg uit Oekraïne. Ja, ook al is het land waar je je hart aan hebt verpand, het is nu natuurlijk een land in oorlog. En dus vluchten zeker ook Nederlanders weg. Ook Nederlanders die er tot voor kort nog waren en dachten, nou ja, ik blijf hier toch. Zo ook Peter Dijkstra, hij is gevlucht uit Kiev. Hij woonde daar al 10 jaar en werkt daar voor een Duitse energiebedrijf. Gisteren aangekomen in Nederland. Eerder lukte het niet om het land uit te komen. En wij hebben hem op dit moment aan de lijn. Goedemorgen, Peter Dijkstra. Allereerst, hoe is het met je? Naar omstandigheden goed. Ik heb eindelijk weer kunnen slapen. Dus dat is wel heel wat. Dat is voor het eerst in hoe lang? Ja, 10 dagen of zo. Ik wil mensen op het hart drukken om als dadelijk het luchtalarm afgaat even zich voor te stellen dat het dus voor de mensen nu in de Oekraïne elke dag is. En dat je explosies om je heen hoort. En dat je dus in enorme stress leeft. Dat er dat de explosie dichtbij valt, dat je bom op je huis krijgt. Dus daar leven die mensen nu in. En ik ben gelukkig nu veilig. Ja, hoe is uw vlucht gegaan? Nou, het was natuurlijk erg lang en stressvol. Maar ik heb denk geluk gehad, want ik kon zo de trein oplopen. Een paar dagen daarvoor zat het nog hartstikke vol. Dan was het vrouw en kinderen eerst, zoals het hoort. Dus ik heb gewacht en ik ben een paar dagen daarna nog eens gaan kijken bij het station. En ik kon gewoon de trein, er was gewoon nog plek. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat er een bom was gevallen vlakbij het centraal station, op een warmtestation. En dat functioneerde nog, dus men dacht misschien van, oh, er komt nog een keer een zo'n aanslag. Ik heb wel het risico genomen, ik ben er langs gelopen en zo de trein opgelopen. Dus ik heb relatief geluk gehad, denk ik. Fijn dat u in veiligheid bent, want u bent inmiddels ook in Nederland? Ja, ik ben net geland gisteren. Okay. Ja. Hoe is het dan om hier weer voet aan de grond te zetten? Ja, heel onwerkelijk. Heel onwerkelijk. Ja, dan zie je mensen die maken zich druk over een vijfde paar schoenen of zo. Of een tiende t-shirt, weet ik veel. En mensen die nu... Ik heb zelf ook maar een paar schoenen over en een spijkerbroek. Dat is het enige wat ik nog heb. Maar ik maak over mij geen zorgen. Ik heb vrienden en familie die me helpen. Maar voor heel veel mensen geldt het natuurlijk niet. Die komen met een schamele bezitting in de grens over. Als het al lukt. Dus ja, en dan zie je hier de luxe en de vrijheid waarin we leven. Dat is even onwerkelijk. Moet ik even weer omschakelen, zeg maar. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Wat laat u achter in Oekraïne? Ja, mijn appartement, al mijn spullen. Mijn auto heb ik gegeven aan de buren, zodat als de stroom uitvalt, dat ze dan misschien een telefoon kunnen opladen of zo, wat dan ook. Ik heb al mijn eten heb ik weggegeven daar. Ik heb alles achtergelaten. Het ergste vind ik eigenlijk de schilderijen met mijn dochter erop. Dat is natuurlijk irreplaceable. Ik hoop dat het allemaal snel voorbij is. Ja. Met name voor de mensen daar. En dat we gewoon weer terug kunnen naar Kiev en weer opbouwen. Ja. En even voor de volledigheid, uw dochter die zit al veilig in de Verenigde Staten, hè, bij uw ex-vrouw. Ja, gelukkig wel. Okay. Ja, anders was ik nooit zo lang gebleven. Nee. Was ik al lang weg geweest. Dat doe je die kinderen natuurlijk niet aan. Nee. Denkt u al aan eventueel weer teruggaan? Of is dat nog... Nou ja, ik hoop het. Ik hoop het zo snel mogelijk. Ik hoop dat de druk, internationale druk, zo groot wordt opgevoerd dat er in ieder geval een wapenstilstand komt of zo. Want het is gewoon niet uit te houden voor die mensen. Het is zo erg. Ja. Peter Dijkstra, dank voor de toelichting. Fijn om te horen dat u veilig bent. En laten we hopen dat mensen ook, als ze dit verhaal horen, denken, nou ja, ik kan misschien iets bijdragen door wat geld te doneren aan Giro 555. Ja, wat een verhaal zeg.